Ik sta voor ontmoetingscentrum 2-span in Zonderwijk. Vandaag zal wethouder Hans van der Looy de vrijwilligersspeld uitreiken aan Fred de Ruiter, die hier in de wijk Zonderwijk allerlei functies vervult. Hans, je gaat zo meteen een erepenning uitreiken aan Fred de Ruiter, een vrijwilliger in Zonderwijk. Hoe komt nou zo'n uitreiking tot stand? Hoe komt een besluit tot stand? Nou, laat ik beginnen met even recht te zetten. Het gaat om een erespeld. Dus zo heet die officieel. We hebben in Veldhoven een aantal gemeentelijke onderscheidingen. En vooral voor de vrijwilligers, mensen die heel veel vrijwilligerswerk hebben gedaan, kennen we de erespeld. Die is een tijdje geleden ingesteld als vervanger voor de vrijwilligersmedaille. Ja, en hoe gaat zoiets in zijn werk? Het is heel simpel. Er zijn op een gegeven moment mensen of organisaties die vinden dat iemand eens een keer extra in het zonnetje gezet mag worden. Vanwege inspanningen en prestaties voor de Veldhovense gemeenschap. En die vragen dan op basis van een aantal criteria of ze in aanmerking kunnen komen voor een dergelijke gemeentelijke onderscheiding. Mag ik het eigenlijk zien als een soort stimuleringsprijs voor de vrijwilligers? Nou, het is niet zozeer een prijs, het is veel meer een erkenning van hun verdiensten. Om inderdaad eens een keer een stoffelijke schouderklop te geven, die meer is dan alleen maar het goed gedaan jongen of meisje verhaal. Gewoon om eens inderdaad echt stoffelijk te laten blijken dat de inspanningen die mensen hebben verricht voor de gemeenschap extra worden gewaardeerd door die gemeenschap. En daarnaast zijn er natuurlijk koninklijke onderscheidingen, die gaan nog een stapje verder. Daar zijn ook de criteria zwaarder voor. Maar goed, de gemeentelijke onderscheidingen zijn echt vanuit de gemeente Veldhoven georganiseerd. Ik ben ook inderdaad hier naartoe gekomen ook om iemand in het zonnetje te zetten namens het gemeentebestuur. En iemand die heeft een hele hoop dingen gedaan op het gebied van vrijwilligerswerk, waarvan we zeggen, goh, daar willen we toch wel eens een keer de aandacht op vestigen. Die iemand die heeft wel eens iets gedaan bij de 2-span. Die iemand die heeft wel eens iets te maken gehad met bardiensten. Die iemand heeft ook wel eens iets te maken met de stichting Ons Zonderwijk. En die iemand die heeft ook te maken met de wijkrand van Zonderwijk. En verder heeft die iemand te maken met het organiseren van wijkdagen, kerstmarkten, wijkplatform. En het is ook nog eens een keer iemand die een maatje is voor iemand die ondersteuning nodig heeft uit Somalië. En dan denk ik dat die iemand langzaam maar zeker wel weet voor wie je komt. En dan mag de familie binnenkomen. Fred. Ik kom voor jou. Kom niet even bij mij? Ik kom voor iedereen. Maar, ik kom meestal voor iedereen. Ja, ik kom voor iedereen, maar voor dit geval kom ik speciaal voor jou. Ik heb een keurige oorkonde meegekregen vanuit het college van burgemeester en wethouders. En de gewoonte is dat we die dan even netjes voorlezen. En dat ga ik doen. Burgemeester en wethouder van de gemeente Veldhoven hebben overwogen dat de heer De Ruiter ruim 15 jaar vrijwilliger is in de gemeente Veldhoven. Dat hij, er komt nog veel meer. Dat hij van 2001 tot 2006 en vanaf januari 2016 tot heden voorzitter is van ontmoetingscentrum 2-span. Dat hij daarbij organisator is en initiator van heel veel activiteiten in het 2-span. Dat de heer De Ruiter van 2001 tot 2006 en vanaf januari 2016 tot heden voorzitter is van de stichting Ons Zonderwijk, waar hij coördineert de werkzaamheden van alle vrijwilligers die helpen in de wijk bij diverse activiteiten. Dat de heer De Ruiter vanaf 2010 tot heden redactielid is van het wijkblad Ons Zonderwijk en daarbij zorg draagt mede voor de samenstelling en de bezorging van het blad. Dat de heer De Ruiter van 2007 tot 2016 wijkambassadeur was van de stichting Ons Zonderwijk en als zodanig aanspreekpunt was voor de bewoners voor allerlei dingen. Dat de heer De Ruiter van 2009 tot 2015 bestuurslid was van de stichting Ons Zonderwijk, waar hij mede organiseerde, zoals ik al zei, de jaarlijkse wijkdag en de kerstmarkt. En dat hij sinds april 2016 een maatje is voor een Somalische dame die hij helpt bij het leren van de Nederlandse taal en ondersteunt bij de diverse administratieve zaken. En daarom, Fred, heb ik college van BNW besloten om jou toe te kennen, de erespeld van de gemeente Veldhoven. En die ga ik je nou overhandigen. Proficiat. Ik mag dadelijk. Ja, ik ga dat heel voorzichtig doen, want ik krijg er zelf de bibberietjes van. Maar dat is een speld. Ja, ik ook, wat dat betreft dat ben ik net zozeer wachtig als gek. Kijk, dat bedoel ik. Dit is het bewaardoosje. Dankjewel. Dit is de oorkonde, waarin staat beschreven wat jouw verdiensten zijn. Ik vind dat er heel veel dingen in... Mag ik nog één seconde nog? En dan heb ik ook nog een bordje bloemen.
Okay. Maar die wil ik graag aan jouw vrouw geven. Is dat die ook? Want die is er ook. Omdat zij natuurlijk jou heeft gesteund in al jouw activiteiten. Hartstikke bedankt. Ja, alsjeblieft, bosje bloemen. En dan ben ik met mijn werk klaar. Ja, de overdondert mij natuurlijk. En er wordt dus allemaal wel een hele hoop op dingen opgesomd wat ik eigenlijk allemaal hier in deze wijk gedaan zou hebben. En er zullen best wel een hele hoop dingen van kloppen. Maar die dingen zijn eigenlijk, om het zo maar te zeggen, zonder erg gegaan. Ik hoef het niet alleen te doen, ik word van alle kanten goed ondersteund door diverse mensen in de wijk. En ik vind ook een klein beetje dat die ook mededrager mogen zijn van die spel die ik nu gekregen heb. Want alleen kun je niks. Je hebt altijd mensen nodig om dingen van elkaar te krijgen. Al is het alleen maar om dit gebouw te openen en een sleutel nodig. Ja, die sleutel zullen van iemand moeten krijgen. Is er die iemand niet, dan heb je geen sleutel, kunnen hier niet binnen. Zo'n kassa, die werkt ook niet van niks. Er zijn allemaal dingen die je moet leren en daar krijg je dan ondersteuning van mensen voor. Dus ik heb heel veel misschien gedaan al tot nu toe, maar ik ben nog heel veel meer van plan om voor deze wijk te doen. En ook voor tweespan en al die dingen meer, omdat ik het gewoon heel leuk vind om te doen. En dan, ja, ik heb het al gezegd, omdat ik die speld niet alleen voor mezelf hou, maar voor iedereen die mij ondersteunt. Ja. De speld is ook bedoeld als stimulans om door te gaan. Het is vooral geen eindpunt. Hè? Ongeveer 22 jaar geleden ben ik, misschien wel 23 jaar, ik hou er allemaal niet zo goed bij, ben ik hier in Zonnewijk komen wonen. En natuurlijk kijk je dan eerst de kat uit de boom, wat is het voor wijk, wat voor mensen wonen er, wat voor organisaties zijn er en waar kan ik een steentje aan bijdragen. En ik had hier in Zonnewijk een kameraad wonen waar ik al meer dan 30 jaar bevriend mee ben. En die zei van, hey, het zou heel leuk zijn als jij bij ons in het wijkplatform iets zou kunnen doen. En we zitten bij de gemeente en we willen toch iets met die wijk doen en al die dingen meer. Ja, dat is goed. En zo ben ik erin gerold en bijgevraagd enzovoort. En ik moet eerlijk zeggen, het is hartstikke leuk werk. Mm-hmm. En ik ben ook wel iemand die graag dingen wil organiseren. En als ik daar wat medestanders mee kan vinden, dan komt het meestal ook wel voor elkaar. Nou, dankjewel. Ik ga er in ieder geval van eten.